Vanmorgen na het wandelmomentje nog even wat apporteren met Duggan en Dakota. En wat ik dan doe is dat ik met twee dummies werk. Ik werk hier met twee witte bumper dummies, dat zijn plastic dummies. En de honden mogen gewoon lekker apporteren, zoals ik dat noem. Ik ben niet bezig met dat ze perfect naast me zouden moeten zitten, dat ze moeten zitten wanneer ze de dummy afgeven. Dat vind ik sowieso niet belangrijk. De honden mogen staan, mogen bewegelijk zijn, mogen wat om me heen dansen. Voor mij is het uitgangspunt, de honden zijn bij me in de buurt. En wanneer ik merk dat ik hun aandacht kan vragen en vangen, dan doe ik dat wanneer ze ook aandacht voor mij hebben en dan apporteren we samen. Ik maak dan een mixje van verschillende dingen die we al kennen. En daar komt Beer ineens het beeld in gestapt. En dat is dan het leuke effect dat zij automatisch zorgt voor verrassende situaties waar ik geen controle op heb. Beertje is doof. En die doet eigenlijk gewoon wat ze wil en wat ze op dat moment moet doen voor zichzelf. En dan zag je dat zowel Duggan als Dakota daardoor wat afgeleid waren om die witte dummies te vinden. Want zij kwam ineens naar hen toe gelopen. En dat is dan zo'n mooi verrassingseffect. De ene keer gaan de honden zitten wanneer ik het fluitsignaaltje blaas of wanneer ik mijn hand ophef. De andere keer blijven ze staan. De ene keer vraag ik een zit, de andere keer helemaal niet. Ik gebruik alles door elkaar. Hier ga ik een opdrachtje doen dat ik aan het oefenen ben. En dat is een dummy eigenlijk over of net voor Dakota langs gooien. En dat vindt ze lastig. En dan geef ik haar het geluid om ervoor te zorgen dat ze nog even op de plekje blijft. En daarna mag zij dan ook gelijk de dummy halen. Dan is het ook niet van, dan moet ze nog langer blijven zitten en mag Duggan eerst. Vind ik allemaal niet belangrijk, vind ik ook allemaal niet werken voor ons. En ik zet dan inderdaad zo'n signaaltje als eventjes in, omdat ik heb gemerkt dat Dakota daar heel erg goed op reageert. Voor mij werkt het ook. En ik ben geen trainer van mijn eigen honden die alles in hele erge kleine stapjes opbouwt. Dat zit niet in mijn systeem, dat hou ik niet vol. Dus vandaar dat ik dat op deze manier doe en dat ik ook wel eens dan een of een nee laat horen. Waarbij ik er nou wel voor heb gezorgd dat de honden weten wat dan de bedoeling is. Dat ze eventjes wachten en dat ze daarna succesvol kunnen gaan apporteren. Hier zag je ook dat Duggan naar mij toegedraaid zat. Hij zat met zijn hoofd naar de rechterkant. En dan vertrekt hij ook eerst eigenlijk naar de rechterkant om dan die dummy te halen die dus loodrecht voor mij lag. Maar daar was hij al helemaal niet meer mee bezig en dat is totaal niet belangrijk voor dit soort momenten. We zijn gewoon lekker aan het apporteren. Hier komt weer zo'n moment dat ik die dummy over de honden ga gooien. En nu ga ik er een ware bende van maken. Want ik zeg dat Duggan mag gaan tegen Dakota. Ik keek naar Dakota en ik zei dus gewoon de verkeerde naam. Zo gaat dat. Ik kom terug, allemaal prima. En dan mag Duggan de andere gaan halen. Goed zo.
maak ik me totaal niet druk om. Naar mijn idee ook nergens voor nodig. Dat zijn van die dingen dat gebeurt. Hier ga ik dan met meer aandacht te werk. Want ik ga eigenlijk hetzelfde doen. Ik ga de dummies over ze heen gooien. Richting de camera, waarbij ik ook nog tegen de auto aan ga gooien. En we wachten nu ook eventjes op een vrachtwagentje wat langs komt rijden. Hier is dus duidelijker communicatie van mijn kant. Dakota blijft ook rustiger zitten. Ik heb meer aandacht. Dan wacht ik tot ze mijn kant op kijkt. En dan mag zij op een handbeweging en de naam vertrekken. Dus omdraaien en de dummy halen. En dan het contact maken met Duggan. Minimaal handgebaar en ook hij mag omdraaien en de dummy halen. Dus heb ik twee keer er een potje van gemaakt met die oefening met die dummy. Vlak langs of over de honden heen gooien, verkeerde naam zeggen. Ik mekkerde ook nog als een soort schaapje, hoorde ik. En dan herpak ik door even mezelf aan de jas te trekken, weer de aandacht erop te zetten. En dan verloopt dat uitermate soepel. Hier gaat Duggan nog bijna over het beertje heen. Dat zijn ook van die dingen dat gebeurt. Daar maak ik me allemaal verder niet druk om. Dat gebeurt met drie honden en een beer die totaal niet te regisseren is. En Duggan die volledig voor de dummy gaat. Dan gebeuren dat soort dingen. Niks ernstigs aan de hand. Dat is een zakje met snoepjes. En dan ga ik wat voertjes strooien op het gras. Want we zijn klaar. Dat doe ik ook niet iedere keer. De ene keer is dat wel, de andere keer is dat niet. Nu had ik er nog een paar over in mijn zakje en die strooi ik dan nog even in de ronde. De honden moeten die niet pakken. Als ze ze willen pakken, pakken ze dat. Als er eentje zegt van dat wil ik niet, dan doet hij dat niet. En je ziet hier ook dat Duggan nog een enorme focus heeft op mij en op mijn handen. Hij springt ook wel achter dat voer aan, maar je ziet zo dat als ik naar de dummy grijp achter in mijn zak, dat hij eigenlijk meteen weer bij me staat. Dat vindt hij vele malen belangrijker. Die ga ik opruimen. Maar je ziet dat hij dat veel belangrijker vindt dan de voertjes die op de grond liggen. De regie die ik hier voer, als je daar inderdaad al over kan spreken, is dat ik alles met mijn lichaamstaal doe. En ik doe gewoon, hè. Ik pak die fles met water, ik stap terug naar de honden en degene die bij me staat krijgt als eerste. Degene die echt wil drinken, die drinkt. Als de anderen met andere dingen bezig zijn, dan zijn ze met andere dingen bezig. Ik ga ook heel erg uit van wat de honden zelf aangeven. Als een hond enorme dorst heeft, dan komen ze echt wel mijn kant op. Of dan duwen ze de ander weg om ook te kunnen drinken. En bij Beer is dat net dan wat anders aan het worden, omdat zij ouder is. En je ziet hier dat ze heel mooi afstand bewaart. En dan ga ik eventjes naar haar toe om het water aan te bieden. En zometeen ga je zien dat Dakota heel duidelijk erbij komt staan en aangeeft dat ze ook wil drinken. En die heeft dan weer zo haar eigen manier om dat aan te geven. Deze manier dus. Duggan staat daar duidelijk ook nog dat hij drinken wil. En dat is allemaal prima. Niet steeds tegen ze praten, niet steeds zeggen wat ze moeten doen. Lekker gewoon even laten doen. En zo doen wij dat.